Wanneer beginnen we dan? Met twee stoelen rechts. Ja, het licht, hè? Afschuwelijk. Nou, hè? Zonder bril op. Ja. Zo erg. Wat mij mag je? Ja, kunnen we? Oké, dan. Nou, we wilden het dus hebben over je Amerika-periode van 6 jaar geleden. Die periode is nog, tot nu. Ja. En we wilden je dus eigenlijk zoveel mogelijk zelf aan het woord laten daarover. Dus. Ja. Dus ik weet niet of je iets kan vertellen over wat je op het ogenblik voor Disney doet in Amerika. Ja. Goed, van 9 tot 5, gewone baan, zit ik daar op de studio te werken. Tekenwerk, vooral ideeën schetsen voor publicaties. Dat zijn dus boeken, omslagen, illustraties, bladen. We zijn natuurlijk nu weer met een blad bezig voor China. Als dat door de Chinezen aanvaard wordt, dan wordt het natuurlijk een hele belangrijke deal voor Walt Disney. He, gezien die grote bevolkingsgroep daar. Dat blad is nou nog in een dummy staat, dat wil zeggen. Er wordt aangesleuteld om de juiste formule te vinden. In samenwerking met de Chinese delegatie, die dat natuurlijk beter kan bekijken wat daar wel aan zou slaan en wat niet. Dat is een groot ding. Publicaties zwengelt projecten aan als bijvoorbeeld legpuzzels. Dat soort... Groot stuk merchandising eigenlijk. Merchandising. Ik heb, voordat ik bij publicaties kwam, dat is nog maar een maand geleden, heb ik daar dus de grootste tijd bij de zogeheten consumer products gezeten. Dat is een afdeling, die is eigenlijk dezelfde verdieping van het gebouw. Die houdt zich bezig met... conceptual, ja, ik moet de Engelse woord tussendoor gooien, want ik weet niet wat het Nederlandse equivalent is. Je hebt er een stevig accent bij gekregen, moet ik zeggen. Ja, dankjewel, en hoe durf je? Ja. Hoef je er niet voor te schamen, wel. Nee, maar ik vind het een beetje gênant, alsof ik het doe. Nee, maar je ach, laat er dat niet over. goed, ja, die consumer products, die houden zich, hun taak is om tekenwerk en ideeën te leveren voor wat dan consumer products heet in het Engels. Hè? Dat betekent merchandising, t-shirts, behang, platen, hoezen misschien, beeldjes. Dat is ook een soort industrie die in Amerika vrij belangrijk is. Ik geloof belangrijker dan hier, dat van alles een beeldje is. Hè? Van alle Disney figuren, films. Ja, dank je. Hè? Daar worden ook scènes uit gekozen om daar een beeldje van te maken. En die gaan dan voor $30 over de toonbank. Dat soort waar, handel, hè, dat is voor Disney erg belangrijk. Goed, daar heb ik dus 5,5 jaar, iets langer dan 5,5 jaar, voor gewerkt. In principe is het hetzelfde werk. Ideeën die je dus verbeeldt door middel van schetsen. Snelle schetsen, kleur. En dan wordt het overgegeven aan een studio, een studio die vlakbij Disney ligt, die dat werk vervolmaakt. He, dus netter maakt, tot het bruikbaar is voor reproductie. Daar zit ik van 9 tot 5 op de studio aan te werken. Ik heb mijn eigen kantoortje, een naam op de deur. Iedereen heeft dat zo. Dat is een beetje, ja, je zou zeggen dat is professioneel is dat opgezet. 'S avonds thuis zit ik dan sinds een 5 maanden nu te werken aan comic books. Comic books, dat zijn bladen vergelijkbaar met Donald Duck. Donald Duck is een weekblad. Comic books zijn hetzelfde soort bladen, maar die hebben iets steviger kaf en die komen maandelijks uit. Het is een uitgeverijtje in Arizona. Dat is de staat die ten oosten van Californië ligt. Gladstone Comics. Een onderafdeling van Another Rainbow. Klinkt heel wat. Het is een kleine uitgeverij daar in Phoenix. Die hebben de licentierechten gekregen van Walt Disney Productions om comic books uit te geven.
over de hele Verenigde Staten en wie weet de rest van de wereld. Maar zover zijn we nog niet. Daar zijn ze mee begonnen. Wat ze brengen in die comic books zijn vooral herdrukken van oude Amerikaanse verhalen. Maar vooral, en dat is natuurlijk het nieuwe, Europese producties. Die brengen ze daar voor het eerst uit. Daar zit mijn naam ook bij. Ik heb er ook een aantal verhalen hier gemaakt. Die worden dus in die comic books herdrukt met een Engelse vertaling. Zijn er nog meer Nederlanders bij die daar in betrokken zijn? Nou, ik heb voor Oberon heb ik lange tijd heb ik in samenwerking met Fred Milton 10 pagina lange Donald Duck verhalen geschreven en getekend. Die worden op het moment dus geherdrukt. Dus elk openingsverhaal van een van de 4 titels van comic books die ze uitgeven. Walt Disney Comics and Stories, dat is een van de 4. De andere is Mickey Mouse, Donald Duck en Uncle Scrooge. Het openingsverhaal is een verhaal van Fred Milton en mij. daar krijg je dus zogeheten credits bij. Dus je naam komt erbij. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een... Het is uniek eigenlijk. Het is uniek. Dus daar ben ik zelf erg blij mee. Aan de andere kant, ja, ik bedoel, je stelt je open voor kritiek natuurlijk. Hè? Maar ik neem wel dat het ook voet in de aarde heeft gehad voordat gerealiseerd kon worden. Het was een van de condities van die uitgeverij in Arizona. Om die comics uit te geven. Want zij wilden daar iets van maken. En ze wilden kwaliteit aan geven. Zeiden dat dan moeten we ook zorgen dat we de makers onder de kin kietelen. De ellende is met die comic books in de 60e jaren. Dat op een gegeven moment die tekenaars die werden ontevreden. Want het was allemaal maakwerk. En hun naam kwam er nooit bij. En slecht betaald. Dus die tekenaars op een gegeven moment, en ook schrijvers, die vielen af. En toch moesten ze verhalen produceren. Ja, toen gingen ze maar over de grens kijken. Hè, de zuidelijke grens, Mexico. En toen kwamen ze met tekenaars die nog niet zo... de Disney-mentaliteit nog niet zo eigen gemaakt hadden. Ja. Die ook gewend waren snel te werken. Daarmee ging de kwaliteit van de hele comic books industrie in de 60 jaar ook naar beneden. En uiteindelijk heeft het geresulteerd in de uiteindelijke dood in het begin van de 70 jaren. Dus dat wilden ze niet meer hebben, die uitgeverij in Arizona. Zeiden nee, we willen kwaliteit brengen. We willen de medewerkers tevreden stellen. Dus de namen erbij graag. Nou, het heeft Disney gezegd, oké. De geest van de vijf. Voor Disney een hele stap. Als organisatie. Ja, maar ze zijn natuurlijk in de eerste plaats zakelijk ingesteld. Als zij denken daar de vruchten ook van te gaan plukken, dan doen ze dat toch wel. Ja. Nou, dat is het dus. Ik werk dus 's avonds aan de omslagen voor die 4. Ik bedenk de grap en hoe het eruit gaat zien. En... stuur ik middels kleine schetjes, stuur die op naar die uitgeverij. Nou, 3 of 4 dagen later hoor ik dan via de telefoon of ze ermee akkoord gaan of nee. Bij akkoord ga ik het dus echt tekenen. Zwarte lijn. Mm-hmm. En stuur ik het op. 4 per maand. Daarbij ga ik hoogstwaarschijnlijk, maar klap ik een beetje uit de school, toch wel weer verhalen schrijven. Nou, eerst tekenen en dan kijken of ik... tijd vindt ons ook nog een keer te schrijven, maar dat kan je van de band afwisselen als je dat wil. Ik loop een beetje vooruit. Zwak punt voor mij, ik loop altijd vooruit. Maar goed. Even een slok nemen. Mag hè? Ja. Is het alles voor? Goed. Doe je op het ogenblik ook nog wat voor Nederland? Of zijn er nog plannen voor Nederland? Nee. Om Nederland nog iets voor Turk nou, die samenwerking met die uitgeverij in Arizona en Oberon is 100%. He, omdat Oberon hun al verhalen zendt om herdrukt te worden in de comic books. Dus de hoofdredacteur Tom Roep, die staat in wekelijks contact met die mensen. Soms zal ik direct dingen doen voor Oberon. En die komen dan uiteindelijk in Arizona wel terecht. Ja, precies. Het zal ook direct gaan. In de toekomst, dat ik direct voor die mensen in Arizona werk. Wat de realiteit van vandaag ons toont, dat ik nog steeds voor Oberon werk, maar ik doe voor de Donald Duck boeken. Donald Duck als, die serie doe ik nog steeds de voorplaat. Ja. Ja.
Dat is eigenlijk alles wat ik op het moment voor Nederland doe. Ja. Je zit nu 6 jaar in de States. Ja. Ben je nu, is dat het wenningsproces door de medewerkers van Disney in de States? Ik kan me voorstellen, als er een soort vreemde eend in de bijt bent daar in het begin. Ja, dat ben ik nog steeds. Is dat snel, ja, dat is dus mijn vraag. Is dat snel, word je daar snel geaccepteerd? Of is er nog steeds een stuk afstand tussen de Amerikanen die voor dat, Disney werken? Maar ja, het is natuurlijk heel subjectief. Iemand anders, bijvoorbeeld, stel jij nou 6 jaar daar gaat wonen, misschien voel je je heel snel geaccepteerd. Omdat je gevoeligheden wat anders liggen. Hè? Dat is ook dus, zo'n karakter van jezelf. Ja, precies. Ik bedoel, als je persoonlijkheid heel flexibel is, dan heb je waarschijnlijk al vrij snel het gevoel dat je geaccepteerd bent. Ik ben wat dat betreft wat paranoïde of zoiets, weet ik wat het is. Nee, ik voel me vaak nog, er worden grapjes gemaakt over mijn accent. Hè? En dat voel ik dan weer in mijn onzekere buien. Ja, maar ik bedoel, ik hang er zo tussen. Hier ben ik, heb ik een Amerikaans accent, daar heb ik een Hollands accent. Hè, dus ik word niet echt nog geaccepteerd. Nog steeds van, oh ja, die buitenlander. Hè? Soms heb ik nog wel het gevoel alsof ik zo'n stotteraar ben, waar de mensen dan minzaam je de tijd geven om uit te praten. Of aan de stakker. Ja, maar, maar over 5 minuten moet ik dan even weg, want dat houdt niet langer uit. Zoiets. God, ik kan er wel tegen hoor, maar het blijft wel doorgaan en ik raak dat natuurlijk. Maar je hebt wel een brede rug nodig. Ik zeg, je hebt wel een brede rug nodig voor dat soort dingen. Dus ik kan er niet over oordelen. Ja, je moet de dingen tegen elkaar afwegen. Hè? Ik bedoel, als ik mij daar toch gelukkig voel, dan moet ik zeggen, goed, dan neem ik dat op de koop toe. Zijn er veel mensen van buiten de States die bij Disney werken daar? Nou, bij ons op de afdeling zit nog een Deen, Jurgen Klubin. Die staat in Denemarken nummer 1 op de hitparade. Nou, die heeft een popgroep. En die is nou bij Disney gaan werken, omdat hij eigenlijk niet zo gek veel houdt van die popbusiness. Goede tekenaar, leuke fan. Nou ja, het is een vriend van mij, dus. Dat is een. Maar in Californië wonen natuurlijk Amerikanen. Dus die komen uit Chicago, die komen uit van de Oostkust, die komen uit het Zuid. Het zijn allemaal vreemdelingen eigenlijk. En de ene kan beter aarden daar in dat idioot wereldje, wat Hollywood is, dan de ander. Dus in zekere zin, ik kan mij identificeren met mensen uit het noorden van de Verenigde Staten. Mm-hmm. Het zijn nuchterder mensen. En die zitten ook soms van tegen de kop te tikken van, ach god, die Californiërs. Dus ja, je hebt toch wel wat gemeen. Ook al kom je niet uit hetzelfde land. Je hebt toch dat buitenstaande gevoel. De ene gevoel. Amerikaan is ook niet de andere Amerikaan absoluut natuurlijk. Niet, absoluut niet, nee. Dat is dat, die buurt daar, die hele omgeving, een soort uitzonderingsgebied, geval. Nou. Ja, had jij nog iets? Nou, eigenlijk niet. Nee? Misschien dat we nog even denk verder kunnen gaan. Oké. Dit is de Nathalie's manier.